heet jij? Bas. En waar woon jij? In Inverness. Maar wat doe je daar nu op Ellemeet? Ik zit hier op school. Ja, als je mensen tekort hebt of... Hoe kunnen we dat niet met z'n tweeën doen? Zou dat niet leuk zijn als we dat een beetje delen? En zo doen we eigenlijk. We doen veel met elkaar. We hebben ieder jaar een dorpsbarbecue. Een reisje. Die aanstaande vrijdag is trouwens. Dat doen we met Seroskerken samen. Al is er ook een duidelijk voorbeeld op Schouwenduiven dat het is Seroskerken. Een kern waar geen winkel is, geen school en toch jonge gezinnen. Maar daar is geen school ook. Daar is geen school. Maar wel jonge gezinnen en ook een dorpshuis wat fantastisch is opgeknapt. Ja. En ook jonge mensen die bewust in Seroskerken gaan wonen, die accepteren, wij wonen landelijk in een dorpsgebied, we zijn mobiel en we brengen onze kinderen naar die school waar we onze vertrouwen in hebben. Wie is dat die eraan komt lopen? Mijn moeder. Is dat je moeder? Hoe heet ze? Marion. Hé, hey Marion, mag ik jou ook even wat vragen? We komen even hier staan. Hey, jullie komen op Ellemeet wonen? Ja, klopt. Waarom? Waarom? Voor het werk van mijn man eigenlijk. Wij komen oorspronkelijk uit Culemborg. Mm-hmm. Daar komen we vandaan. We wonen nu sinds 2 jaar in Rennes. Maar wat mis je dan het meest van een stad als Culemborg hier in deze? Nee, ik zou niet meer terug willen. Nee? Nee. Maar waarom nee. niet? Nee, kleine schooltjes, vooral hier op Ellemeet natuurlijk. En het is heel gemoedelijk. Ze gaan heel gezellig met elkaar om en dat mis je in de stad. Het is natuurlijk ook wel een stuk leefbaarheid, die school. De bussen komen natuurlijk, er worden dingen georganiseerd vanuit de school. Dus dat zou heel erg zonde zijn als dat weggaat. Leuk hè, die bus. Met de kerst hebben we altijd een midwinternachtfeest. Dan tuigen we met z'n allen de boom op en we maken kransen. En dat gebeurt meestal allemaal op het dorpsplein. Ja, ik ben dus eigenlijk enthousiast geworden van dat mensen ook in beweging kwamen. Ja, dus dat je begint met het idee van, ja, willen ze dit wel? Krijgen die mensen nu wel? Achter die geraniums vandaan gaan ze dingen met elkaar doen. En als je dan ziet dat dat gebeurt, dat er dan mensen opstaan, zoals hier in Ellemeet, die gewoon leuke ideetjes hebben en die het dan ook voor elkaar krijgen. Ja, maar noem eens zo'n idee dan. Ja, wat ik zelf altijd heel leuk gevonden heb, is gewoon een clubje mensen die hebben zichzelf Villa's Fleur genoemd. Ja, die wilden eigenlijk Ellemeet gewoon wat fleuriger maken in de zomer, hè, wat meer bloemen, dat het wat leuker wordt. En die daar dan ook voor zorgen. Nee, nee, nee! Moet kijken naar die mensen daar, hè?